Zo, een hele goede avond. Welkom bij de finale van het Nederlands kampioenschappen Straight Pool 2017. We hebben ook al een heerlijke dag met veel spannende pool op zitten. En aangekomen dus bij de finale. Het Nederlands kampioenschappen 2017 wordt gehouden in Thurston, Rotterdam. En dit is de eerste discipline van het jaar. Hierna volgen nog de 10-ball, de 9-ball en de 8-ball divisies. Maar nu dus eerst de finale van de straight pool. In de commentaarbox Joris van Amersfoort en naast mij Jimmy Woggen. Goedenavond Jimmy. Goedenavond iedereen. Ja, waren twee spannende halve finales. Hè. De ene konden we helaas niet zien. Tussen Hoa en Michel. Maar de andere halve finale hebben we hier live kunnen volgen. Tussen Jan van Lierop en Mark Bijsterbos. Mark, ja, miste op 99. Of miste, ja. Ja, het was een mis. Hè. Probeerde met een rest over alle ballen heen een 12-bal erin te snijden die aan de band lag. En die miste die. En Jan kon profiteren. En de laatste ballen voor de 100 uit te schieten. En dat brengt hem dus een plek in deze finale. Hier nu op de 5-bal naar de corner toe. Goed geraakt. En hij is de eerste die een punt maakt. En deze race naar de 100 ook. Het is alleen lastig dat hij nu alleen een combinatie voor de 11-1 heeft. Op zich wel te maken hoor, deze combinatie. Je ziet dat hij niet helemaal recht ligt. Hij zal wel een beetje moeten tweaken. En ik durf ook wel te zeggen dat het een licht verrassende finale is. Ja, hij speelt deze combinatie goed. Maar een finale tussen Jan Vlierop en Hoa hadden niet veel mensen snel verwacht. Niet dat deze spelers het niet waardig zijn om in de finale te staan. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop talenten zoals Ivar Saris. Mark Bijsterbos. Mark Bijsterbos, ja precies. Die je ook vrij snel in deze finale had verwacht. Maar knappe overwinning van Jan op Mark. Jan natuurlijk wel onderdeel van het Nederlandse team. En Hoa heeft wat thuisvoordeel hier, hè? Ja, Hoa speelt hier in Thurston. Volgens mij speelt hij tweede divisie hier. En hij speelt ook volgens mij nog eerste klasse in Spijkenisse, als ik het kan herinneren. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Overigens, Hoa woont in Spijkenisse. Dus, Spijkenisse is ook nog een ander thuishonk voor hem. En ik heb hier zelf ook met Hoa in een team gespeeld. Denk wel 3 jaar of zo. In de eredivisie. Ja, want Hoa speelt dan wellicht nu wel tweede divisie. Maar hij heeft natuurlijk jarenlang ervaring op kunnen doen. Of opgedaan in de eredivisie. Ja. Jan heeft ook heeft gespeeld. Hè? Speelt het nu niet meer. Heeft in Lelystad eredivisie gespeeld. Ja, maar hij speelt nu in Heek 5-1. Heek 5-1. Volgens mij samen met Jim Telfer, Jelle Kelstra, Pijn de Wit, Cliff Kastelein, dacht ik. Nee, Cliff Kastelein speelt voor Goes, sorry. Ja. Ja, voor de mensen die op Facebook kijken,
Willen jullie vragen om ook de stream te delen? Like en stream. Like en share. Ja, precies. En wil je contact met ons, dan kan natuurlijk of via Facebook, maar ook via de chat op YouTube kun je ons contacten. Of je kunt Jimmy of mij, Joris, gewoon een appje sturen of een messenger sturen. Maar op de chat op YouTube zien we ook wel leuke communicaties rondkomen. Onder andere de correctie dat Hoa niet in Spijkenisse woont, maar in Puttershoek. Ah, Puttershoek, Spijkenisse, een pot natje. Maar bedankt voor jullie info, jongens. Ja, top. Ondertussen is Jan lekker bezig om het rek op te ruimen. Zoals ik het kan zien, heeft hij twee potentiële breekballen. De 10 en de 13. Hij kan alleen... Ja, het is een kleine ruimte. Vooruit komen. Hij kan dus ook 8 nog maken. Ja, het ligt vrij dicht bij elkaar, maar ik verwacht wel dat Jan hier wat mee kan werken. Ja, we moeten hier even een goede hoek overhouden op de 13. Dat doet hij ook. Terugtrekken naar de band. Of hij, ja. Ja, bandje meepakken. Prima. Ja, het kan een voordeel zijn natuurlijk dat... Jan al wel een wedstrijd op deze wedstrijdtafel heeft gespeeld en Hoa nog niet. We hebben nog niet echt kunnen zien wat, of Hoa daar iets van zou merken. Maar Jan die is natuurlijk al wel wat gewend aan het licht. Hè? Een speciaal licht hier boven deze tv-tafel. Dat is toch wel een andere setting ook. Dus het zou kunnen meespelen. Maar ja, voor de kijkers thuis, wat zijn jullie voorspellingen? Wie is er voor Hoa, wie is er voor Jan? Ik ben benieuwd wat jullie voorspellingen zijn. Ja, hiervoor hadden we ook veel voorspellingen in de wedstrijd tussen Mark Bijsterbos en Jan Vlierop. En toch behoorlijk heen en weer gepingpongd in de verwachting wie er gelijk was. Hè. Dan leek het toch echt wel op dat Mark het ging doen toen Jan kwam goed terug. Daarna alle kans voor Mark om het af te maken, maar mis een allerlaatste bal. Dus ja, Erik geeft aan, het is Jan als een vierde wedstrijd op de wedstrijdtafel. Ja, dat kan. Ja, dat geeft denk ik nog wel een bepaald voordeel. Wij zijn trouwens niet degene die bepalen wie op de wedstrijdtafel komen, dat is de wedstrijdleiding zelf. Dus ja, en toevallig is Jan... gekozen in een aantal wedstrijden die op dat moment het meest interessant waren om op de tv-tafel te laten zien. En ja, er is geen bepaalde persoonlijke voorkeuren die daar meespelen of iets. En er wordt door de wedstrijdlijnen gekeken naar welke wedstrijden het meest interessant zijn. Ja, die op dat moment natuurlijk beschikbaar zijn. Hè? Want ja, je hebt ook wel eens momenten dat er bijna geen wedstrijden beschikbaar zijn of... Dat je de keuze moet maken tussen een aantal wedstrijden waar je denkt van nou, het kan wel eens een leuke wedstrijd worden. En toevallig is dat dan 4 keer in het voordeel van Jan gevallen. Ja, wil je mag afvragen hoe vaak het een voordeel is. Nu zal het een voordeel zijn omdat hij gewend is aan de tafel. Maar bijvoorbeeld als je tegen Mark Bijsterbos speelt... Deze tafel, de tv-tafel, is ook wel de krapste tafel van het poolcentrum. Dus die pockets zijn behoorlijk tight. En om dan tegen bijvoorbeeld een Mark Bijsterbos te spelen die zo strak in het pot is. Dat kan ook wel eens een nadeel zijn voor je. Het heeft voor Jan geresulteerd wel dat hij de wedstrijd heeft gewonnen. Maar
Ja, ik denk dat je dat mag zeggen, ondanks de tafel. Voorlopig ziet het er goed uit. Hij heeft hier een slingertje van ballen liggen. Daar moet hij toch nog wel iets mee doen. De 15 bal die pot. Zij zou het vanaf de 15 ook kunnen doen. Speelt hier denk ik wel gewoon op de 15, alleen uit verkeerde hoek over. Ja, iets te zacht. Moet naar de 14 of voor de 9 overhouden. Ik weet niet of de... Is dat de 2? Gaat de 2 ook? Ja, de 2 gaat niet. Nee. Dus moet het nu vanaf de 9 doen. Ik weet niet of dit haalt hoor, want hij heeft toch best wel wat hoek op deze 9. Trekt hem ook in. Vanaf de 7 in dus. Pakt even zijn extension, denk ik. Ja. Maar al met al een goede start voor Jan. Het is nog vroeg in de wedstrijd. Ja, ondanks de tafel krijg ik nog de vraag, maar ik weet dat Mark heeft zijn eigen trainingsruimte bij Emmen, samen met Gerry Kuik. En daar speelt hij ook altijd op gechimde tafels, zwaar gechimde tafels, heel strak die pockets. Dus Mark is echt wel goed gewend om op hele strakke pockets te spelen. En ik denk dat hij daar dan een voordeel heeft op het moment dat de wedstrijd op een strakke tafel wordt gespeeld. Toch wel een voordeel is voor Mark. Een keertje een wedstrijd moeten spelen tegen Nick van den Berg in de Club 8 tijd. Op zijn eigen trainingstafel, zijn dubbel gechimde tafel. En ja, dan kom je toch wel achter dat het wel heel anders spelen is op zo'n dubbel gechimde tafel. En dat het wel werkt als je de ervaring hebt wat wel mag, wat niet mag. En als je op Sams of Brunswick speelt met mega grote middenpockets, dan kijk, dit zijn echt van die gechimde pocketballen die je bij een Sam of een Brunswick wel mag spelen en valt. Ja, hier moet zie ik je wel eerlijk zeggen, deze was wel mis. Deze was mis. Laat ik het zo zeggen, deze mag niet vallen, maar er zijn genoeg tafels waar ze nog wel vallen. Maar hier in ieder geval de eerste misser van Jan Vlier op, serie van 25. Hoba, nu de eerste echte kans om ook een serie op tafel te zetten. Of op het scorebord. Ja, het is ook de laatste wedstrijd. Hè. Dus niet alleen spanning die het mee gaat tellen, maar ook ja, je mentale of je fysieke fitheid. Dus niet alleen je mentale fitheid, maar ook je fysieke fitheid. Dat gaat toch ook wel meetellen na zo'n dag. Vooral straightpool, heel veel nadenken. Terwijl bijvoorbeeld een 9-ball of 10-ball, ja, worden er keuzes voor je gemaakt. Hier moet je toch heel veel meer nadenken, zelfs als met 8-ball. Ja. Ja, wil tussen de lange band en de 4 door. Ja. En nog een hoekje overhouden. Recht, ja, precies. Dat houdt hij wel. Maar. Ja, maar het is klein, maar... Klein maar fijn. Klein maar fijn.
maar weinig voorspellingen nog in onze chat. We zijn toch wel erg benieuwd naar jullie voorspellingen. En behalve deze straight pool NK gaan we vanuit Orange Fox ook de andere drie disciplines streamen. Op de KNWB website kun je zien welke data er zijn. En alle weekenden zullen we streamen. De zaterdag streamen we ook. Dan wel zonder commentaar. Ja, op de site nkpool.nl. Daar staat alle informatie. Ja, ik denk dat Hoa hier prima met de 1 verder kan. Ja, we moeten wel een beetje terug naar het midden van de tafel om wat over te houden. Of ja, ik denk dat je hem prima in de 14 kan trekken, die groene halve bal. Als je hem daar iets intrekt, dan denk ik dat je wel aardig een goede kans hebt op positie. Zowel de 15 als de 3 als de 5 gaan naar het midden. Kijk, de eerste voorspellingen komen al en zijn ook nog eens een keertje niet met elkaar even eensgezind. Dus voorspelt in ieder geval dat er 1-1. 1-1 staat er. Ja, het kan nog alle kanten op gaan. Vandaag worden ook het NK Dames afgehandeld. Die zijn op dit moment in de halve finale stage aangekomen. Ook halve finales nu? Volgens mij wel, ja. Okay. Dus ik kreeg ook halve finales. Nee, sorry. Inderdaad, niet ook inmiddels bij de halve finales aangekomen, laat ik het zo zeggen. Nee, ja, ik zei het zelf ook. Maar ook? Ik zie er wel dat Elise inmiddels heeft gewonnen. Okay, de rest kan Elise ik niet zien. Elise was tegen Tamara bezig, geloof ik. Nee, en Melissa volgens mij. Oh, Melissa, oké. En ik weet dat Misha speelt tegen Saskia Brussel. Ja, voorlopig is maar 1, de 5 en de 6 zouden breekballen kunnen zijn. Ja, Helga haalt nu de 6 weg, dus daarbij blijft voornamelijk de 5 bal als breekbal liggen. Eventueel zou die nog de 3 kunnen gebruiken, maar ik verwacht dat hij voor de 5 zal kiezen. Die 9 zou dan een mooie keybal kunnen zijn. Keybal bedoelen we mee als ene laatste bal die je overhoudt. En vanaf je keybal kun je perfect
positie vinden op jouw laatste bal, de breekbal waarmee je het pack wil inschieten. In dat geval zou de meest logische volgorde zijn om nu eerst de 3, dan de 8, daarna de 2 en de 11, om vervolgens vanaf de 9 die positie te vinden op de 5. Maar bij streetpool geldt zeker de wet van vele wegen naar Rome. Zoveel persoonlijke voorkeuren. Ja, we zitten in Rotterdam, dus hier zeggen we dan... De wegen naar Rotterdam? Nee, de weg naar Kralingen. De weg naar Kralingen. Als ik het zou voorspellen, dan zou ik zeggen de 8 bal, 2 bal, 11 bal, 9, 5. Ja, ik denk dat je aardig in de buurt zit. En daar gaan we alweer, het is de andere kant op. Ik zei ook aardig in de buurt, hè? Oké. Okay. Maar ik denk dat je in de buurt zit met de 9 en de 5. Ja, moet nu vanaf de 2 terug naar het midden. Oh. Ja, dat is slordig. Ja. Ja, er zit niet veel anders op dan nu. 9 te potten door de hoek. En proberen een hoekje over te laten op die 5. Jij denkt dat je hem ook niet kan houden? Een soort stopshot, iets opzij? Nou. Inrollen. Ja, hij zit nu volgens mij zelfs te kijken of dat hij vanaf de 9 niet op de breekbal kan houden. Vanaf okay. De 5 ja. Terugtrekken, vanaf 9 erin te gaan. En die is ook te kort. Nou. Hij ligt nog net aan de goede kant van de lijn, maar... Het wordt uitdagend dit voor Hoa. Ja. Wien vraagt even of die spelers na ieder rek even de score in de livestream bij willen werken. Speciaal voor jullie thuis, dan hebben jullie ook een beetje een idee hoe het staat. Nu lijkt het alsof Hoa nog op 0 staat, maar hij heeft natuurlijk al... Een breekje erop zitten. Korte update als je nog voor het vrouwentoernooi kreeg ik net daadwerkelijk inderdaad door waar, welke wedstrijden het zijn. 1 halve finale gaat tussen Relinde Knijn en Tamara Rademakers. Tamara Peters Rademakers. En de andere gaat tussen Melissa en de tegenstander moet nog bepaald worden. Die zal gaan tussen Misha Buryot of Saskia Bermé. Ondertussen bekijken we de scorebord eventjes. Zo te zien is het gelukt. 17 tegen 25. De vraag van Mount Zero is of Niels en Nick ook meespelen. Als er geen grote open toernooien zijn zoals de US Open. Zover ik weet wel. Nick en Niels zijn nu inderdaad in Amerika bij het US Open. Ook Tim de Ruiter is daar nu aanwezig om mee te spelen. Oei. Nou, 9 vliegt van tafel bij Hoa. Maar ik verwacht wel dat zij de volgende edities voor de 8-Ball, 9-Ball en 10-Ball wel mee zullen doen. Dat houdt in dat zij wel gewoon het NK zullen meespelen. Wat me goed in de eten kan gooien is eventueel Mosconi. Als Nick of Niels zich plaatsen of worden ingelood voor de Mosconi.
dan denk ik dat dat er nog wel voorrang krijgt en dat ze daardoor niet kunnen spelen. Ja, was even een vraagje van de spelers van wat doen we nu? Want, Owa ging voor de wat was het? De 9 in het midden, maar hij moest een beetje jacked up om wat effect in de bal te krijgen in de witte, maar daardoor jump je de bal en daar sprong hij van tafel. Maar hij geeft niks weg. En Jan dacht misschien dat die bal een hand zou krijgen of zo, maar ik heb geen idee wat de vraag was. En ondertussen verbetert Janice mij dat niet Melissa, maar Elisa in de halve finale staat. Volgens mij klopt dat ook. Mijn bron kwam even langs gerend en waarschijnlijk ben jij iets secuurder, Janice. Dus dan zal Elise spelen. Nou, Janice heeft het ook maar van Q-score. Ja, oké, dat zou Q-score wat secuurder zijn, laat ik het zo zeggen. Maar bedankt voor de info, Janice. Nou. Ja, maar wat hij wilde was ook niet makkelijk. Hij wilde echt heel veel, met heel veel rechtseffect trekken. Om zo'n hoek over te houden op die 14. Wat helaas net niet gelukt is. Ja. Rustig aan, Petje. Rustig aan. Doe maar. Ik ga hem maar niet meer weten. Dit moet je niet spotten, hè? Ja, dit is een leuke. Ja, precies. Die Q-bal wordt gezet, we zien. Zo, om even een idee te geven hoe het ligt. Succes, Jan. Goed, Joris zit een heel verhaal op te steken, maar zijn microfoon staat niet aan. Precies, dus. Hallo, ik ben er weer. Nou, ik had het meest geweldige verhaal ooit klaar en verteld. Ik ga het nou niet meer voor herhalen. Maar goed, ik ben weer online. Oppassen dat die vierde niet uitkomt. Nee. Heel goed deel geraakt. Ligt er een plant of iets? 5-6? Nou, 5-4. 6-4 bedoel ik. 6-4, ja. Sorry. Die kan wel eens heel dichtbij zijn, hoor. Hebben we een camera waarin we dat beter kunnen zien? Hier misschien? Nee, ligt niet. Nou, gaat voor de 8? Jan? Nee. Ja, is goed gedaan. Ja, een leuke safety battle er even. Ze weer eens wat anders. Hebben we weinig gezien dit EK. Zeker in de vorige wedstrijd waar Mark Bijsterbos heel veel aanviel. En ook hier is het niet heel makkelijk hoor voor Jan om een goede safety neer te leggen.
Heel misschien aan de linkerkant, recht tegenover de vierbal. Dat is ook wel waar hij heen speelt. Ah, haalt een 10 eruit. Ja, is genoeg afstand. Het is geen makkelijke bal. Nou, de 10 of de 1. Wel, dat Hoa hiervoor gaat hoor. Misschien is het nog makkelijker om voor de 1 te gaan. Denk ik zelf. Nou, ik zit sterker nog te kijken. Ligt er geen 7-2 combinatie naar de corner pocket? Nee, denk ik niet. Ligt aan de nee. Ja. Oké. Okay. Goede pot hoor. Ja, zeker. Goed geraakt van Noah. En wat ja, ik heb natuurlijk jaren met Hoa in een team gespeeld. Wat mij altijd bij hem erg opviel, hij houdt van een hele lange brug. Oké, ja. Dat kan natuurlijk heel vaak goed gaan, maar het kan bij het minste of geringste beetje ernaast zitten, dan gaat het ook goed ernaast. Dus je moet wel een hele goede timing hebben. Maar deze was heel goed geschoten. Andere speler die ik ken die vaker met een hele lange brug speelt is Alex Pagulayan. Ja. Maar dat heeft denk ik ook te maken met zijn lengte. Zijn lengte, ja precies. En nu is Hoa niet zo klein als Pagulayan. Nou, 13 en de 10 zijn mooie breakballen. Kan misschien via die 11 gelijk naar die 7 en die 3, denk jij? Ja, ik denk het wel. Herstellen. Precies. Juist. Zo zie je ook dat ook Hoa wel veel ervaring heeft met straight pool. Ja, de tafel is nu prima verspreid. Even een goede plek nog vinden op de 9. En dan... zijn er niet echt veel uitdagingen meer in dit frame. Had hiermee wel de 10 weg als breekbal. Ik zie hem ineens schudden, balen. Hij heeft nog de 13 over, maar... Uiteraard focus je natuurlijk altijd op één breekbal. Maar als je twee opties hebt, is dat wel fijner, weet je. Dan nu beperk je je keuzes al. Moet je... voor één breekbal gaan. Maar goed, op zich is er niks aan de hand verder. Geen problemen op tafel of iets. Dus even goed kijken en een route uitstippelen wat hij wil spelen. Ja, Hoa speelt tegenwoordig weer met zijn oude keu. Een Viking die al heel lang had. Heeft een, denk 4-5 jaar geleden heeft hij een keertje een Predator keu gekocht. En ja, vanochtend toen hij hier kwam zei ik nog van joh, het lijkt wel of je toch wel weer beter speelt met je oude keu. Dus ja, misschien is dat wel net het verschil voor hem qua zelfvertrouwen en dat soort dingen. Dat extra... boost geeft. Ik zie hem toch wel meer vertrouwen de ballen aannemen dan eerst. Ik zie in de shaft dat het wel een predator shaft is. Volgens mij speelt hij met een mes shaft. Okay.
gaat hij nu waarschijnlijk om de drie ballen heen vanaf de vijf. Ik denk dat hij liever recht op had gelegen dat hij een stopshot kon spelen om de 19 naar het midden te schieten. Maar goed, moet hij nu ik zie je op zich geen probleem, twee bandjes. Ik weet niet wat hij moeilijk aan het denken is nu, maar ja, hij gaat trekken. Hij gaat er omheen trekken, meteen naar de linkerband. Oh, is kort hoor. Nice. Hij komt nog net goed. Hij is wel iets te kort, ja. Hij heeft een iets te grote hoek om het 10 over te kunnen houden. Makkelijk. Dus ja. Daarom snapte ik eigenlijk niet zo goed zijn keuze. Misschien was hij bang dat hij te hoog op die 9 zou uitkomen. Maar... is een vraagje gekomen van Jan Rembe? Ja, de wedstrijden van zaterdag en zondag. Alleen op de livestreamtafel uiteraard. Maar die zijn allemaal opgenomen. En die worden later... hopelijk op YouTube gezet. En ik zeg hopelijk. Omdat het toch een beetje afhankelijk is van copyright rechten. Met de achtergrondmuziek die hier gespeeld wordt in Thurston. Maar zeker doen we ons best om die ergens te uploaden. Wellicht dat ze zelfs op Biljart TV komen te staan of iets. Ja, volgens mij is dat een Vimeo kanaal. We zullen het verder coördineren met de jongens van het kapoel hier. Ja, klopt. Patrick, inderdaad, ik was even de naam kwijt. Ik twijfelde of WX 700 of 900. Maar het is een mes WX 700. Ja, waar van Hoa. Waar we mee speelt. Van mes. En Jan speelt met een Predator Special Edition. Toevallig gemaakt door MES en met een Z3 shaft. Hoa werkt even de score bij. Tegen 25, nu voorsprong voor Hoa. Ja, laten we niet vergeten, het gaat nog steeds echt om de titel Nederlands kampioen Straight Pool 2017 waar ze voor spelen. En behalve de titel, de eerjaar en de beker en de medaille, spelen ze ook voor rankingpunten. Dat zijn rankingpunten voor de nationale ranking, die vanaf de startdatum 1 oktober weer in is gegaan. Daar de loopt het jaarcyclus van. Afgelopen cyclus is dus gewonnen door Mark Bijsterbos en heeft daarmee een ticket veroverd voor het komend EK in 2018. Aan de hand van dit Nederlands kampioenschap, deze vier edities, worden ook nog eens 3 tickets beschikbaar gesteld. Daarvoor is afgesproken dat de 3 beste resultaten van de 4 edities meetellen in de Nederlands kampioenschappen toernooien ranking om te bepalen welke 3 er het beste zijn. En dan doen Hoa en Jan van Lierop natuurlijk goede zaken. Ik zie hier wat chatberichten in de Facebook stream. Er worden aardig wat aangemoedigd voor Hoa. Dat is wel grappig. Steve Webb stuurt Come on Hoa. En die zegt dan uiteindelijk, ik voorspel 7600. Voor Jan voor zeker. Ja, in het voordeel van Jan. Louis Visser zegt weer 100 tegen 62. Ook voor Jan. Dus ja. Oké. Okay. Ik zie hier ook een post van een berichtje van Krelis. Die stuurt, Hoa moet eigenlijk op 31 staan. Maar goed, het is de verantwoording van de spelers zelf om de score bij te houden.
Maken ze zelf een foutje, ja, dan is het helaas Hoes eigen schuld. Laten we hopen dat het niet dat ene punt is wat hij aan het einde tekort komt, net zoals Mark. Hij maakt dan hier een fout. Ja, wel sportief van Hoes om het direct aan te geven. Ja. Ik denk niet dat je dat meteen zag. Nee, volgens mij raakte hij die de 8 of de 13 denk ik aan of zo. Ja. Nou. Maar ook Jan heeft dat niet gezien. Waarschijnlijk sowieso niet omdat hij achter Hoa zat. Maar wel mooi om te zien hoe vervelend het ook voor Hoa is. Maar wel mooi om te zien dat de gentleman's agreement in stand wordt gehouden. Oh ja. Oh ja. Krijg nu een mooie Mount Zero die netjes opmerkt dat dat wel een val was gemaakt. Namelijk de 9 bal die van de tafel afvloog. Dat is natuurlijk weer 1 strafpunt. Dat zorgde er weer voor dat het van de 31 naar de 30 was gegaan. Dus dan lijkt het er wel op dat het de juiste stand hoort te zijn. Gelukkig zijn er nog mensen die opletten dit thuis te kijken. Bedankt Mount Zero. Zo zie je maar waar zo'n chat waar allemaal goed voor is. Hè. Gelijk direct feedback van onze kijkers. Een goede bal van Jan. De tafel is nu wel prima geopend. Heeft een 1 bal als breakbal. Ik denk dat hij hier te veel snelheid geeft dan de 2 of de 8. Maar de 1, zoals je ziet, is een goede breakbal. Gaat hij voor de 15 op het midden snijden? Nee. Mag ik zeggen. Ja, het gaat toch redelijk gelijk op hier. En hoe kostbaar is die faal die Hoa nu gemaakt heeft? Hoeveel punten gaat Jan hier uit halen uit deze kans? Ja. Je creëert hier... ondertussen ook nog een andere breakbal eventueel, de 15, als backup. Nu naar de 11. Ja, ik moet zeggen, dus de derde keer dat ik het voor vandaag zie dat er een foul wordt gemaakt en de speler het zelf aangeeft zonder dat de tegenstander direct kon hebben gezien of heeft gezien. Ook Otman tegen Michel Drent. Ja, was een wedstrijd. Daar maakte Otman een touching ball met de rest. Miesje zag het niet, maar gaf het zoals de sport het ook vindt dat de ongeschreven regel. Ja, gaf het zelf meteen aan. Maar het kostte me wel de wedstrijd. Wat was die derde? Ja, zit ik even over na te denken. Ik kwam er net tijdens het praten nog één tegen. Was niet op de livestream. Ah, oké. Maar. Wel blij om te zien dat men daarmee omgaat. Nou, Otman had in de andere partij, niet op de tv-tafel, Otman tegen... was het Otman tegen Michel misschien? Michel Drent. Ja? Ja, dat is wat ik net vertelde. Oh. Die maakte Otman... Dat was niet op de tv-tafel. Nee, was niet op de tv-tafel. Nee. Maar het gebeurt wel ook vandaag. En Miesje zei ook meteen van, ik zag het niet, maar hij zegt, ja, maar ik raak hem echt met de rest aan. En het is wel mooi om te zien. In Amerika heb ik toch nog wel te veel voorbeelden gezien dat het niet gebeurt. Nu niet weer dezelfde fout maken, hè? Nee, dat hebben we ook al 2 keer gezien. Het pack ingaan en scratchen. Maar hij gaat hem niet trekken. Pocket. Ja, gelijk heb ik. Ik wou zeggen, niet te hard trekken, want dan trek je hem de andere pocket in. Ja, precies. Ja, dit is een beetje de 2-straps-strategie. Eerst even erin gaan met een paar ballen eruit en daarna opnieuw erin gaan om de rest van het pack te openen. Oeh, dat is mis. Die was ruim mis, ja, dat toch konden we al aanzien, wou ik zeggen. Ja, nou moet ik ook zeggen, om eerlijk te zijn, zeker achteraf praten is dat makkelijk. Maar ik vond wel dat hij hem heel snel
aanviel. Hè, terwijl het echt een scherpe bal was. Hij ging meteen achter zijn bal staan en schieten. Terwijl het wel maar een moeilijk shot was. In ieder geval Hoa weer terug aan tafel. Daar waar Jan net weer even een kleine voorsprong qua stand heeft overgenomen. Ja, in beeld zie je Jan daar zitten. Balen natuurlijk van dat hij zo weinig van deze kans heeft gemaakt. Ik weet niet wat de hoogste break van Hoa is in een wedstrijd, maar hij is 100% zeker wel van dat hij 40 of 50 kan maken. Ja, dat zeker. Dat weet ik zeker. Nou, jij hebt natuurlijk competitie met hem gespeeld. Speelde hij toen ook regelmatig streeppool in de competitie of is... Is dat niet zijn sterkste spel? Ja, dat hebben we ook wel meestal een beetje verdeeld. En dan speelde hij eigenlijk een beetje alles al. Ja, oké. Behalve tenbal volgens mij. Oké. Ja, je ziet toch wel vaak dat spelers een bepaald voorkeur hebben voor een bepaald spel. Zeker straight pool en eight ball zijn wel de puzzelspelletjes. Daar moet je ook van houden. Daar moet je het geduld ook voor hebben. Ik krijg door van een betrouwbare bron, genaamd Ray Westdijk, door dat Hoa zijn hoogste break in de wedstrijd 78 is. Okay. 78, dat zou ruim voldoende zijn om hier de finale mee te winnen. Het zou wel geweldig zijn als je dat natuurlijk in de finale ook doet. Ja. Hè? Ja. Ja, hij heeft toch nog een klustertje van drie ballen waar hij wat mee moet doen. Hij heeft verkeerde hoek op de 12 om dat nu aan te vallen. Maar op zich kun je het vanaf boven. Dus als je die 12 nu weg zou halen en vanaf de 13 erin gaan. Zo kan hij ook. Het enige is dat je wel waarschijnlijk op één van die ballen meteen je positie moet hebben om door te gaan. Als je hem nu hier op de 4 trekt en de 4 naar de corner pocket stuurt, dan denk ik dat hij goed uitkomt. Precies. Ja, dat ziet er goed uit voor Hoa, dit rek. Ja. Afgezien van de breakbal. Even wat comments. Straight als beste game, maar misschien wel het minst leuke game om naar te kijken. Ja, ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt met het spektakel wat je bijvoorbeeld in Nineball en Tenball ziet. Het is gewoon een puzzelspelletje. En puzzelen is vaak leuker om te doen om naar te kijken hoe je met de puzzel oplost. Dus dat snap ik zeker wel. Maar ja, het is ook wel ook de spanning van de wedstrijd wat leuk is om te zien. Het is ook zeker heel leerzaam om naar te kijken. Zeker als je in streetpool zelf vooruit wil gaan. Oh. Als ik moet kijken naar hoe ik vooruit ben gegaan qua streetpool. En wat ik heb geleerd door te oefenen. En wat ik heb geleerd door naar jongens als Niels Feijen te kijken. Dan moet ik zeggen dat dit ook wel een spel is wat heel veel input nodig heeft vanuit andere spelers. Om dat af te kijken. Twee dingen. Ik zie een reactie van Chot Toyevol. Not sure how to pronounce it, but not sure what pocket size is. This is our standard Brunswick Gold Crown 4 tables, but the pockets have been chimped. So these pockets are definitely smaller than standard. Yeah, if you want to pocket two balls in the same time in a corner pocket, you come like a centimeter too short. Okay. So it's definitely not going two balls in the same time.
Voor de rest, de damesfinale is nog niet bekend. Ze zijn nog bezig met spelen voor de halve finales. Dus wie daarin staan is mij niet bekend. Of die uitgezonden worden, weet ik niet. Maar dat verwacht ik niet. Dus misschien toch even afwachten na afloop van deze wedstrijd hoe dat zal gaan. You're welcome, Choto. En ik hoor ook van iemand anders, een van onze kijkers thuis, van Ronald van Adrichem, dat hij ervan overtuigd is dat Hoa een 100 plus heeft staan. Geen idee of dat ook in de competitie is, of in ieder geval in wedstrijdverband, of dat er in training was. Maar ik twijfel er ook niet aan dat Hoa daar zeker toe in staat is. Gaat hier via de lange, korte, de achterkant van de pek in het liefst bij de 14 en de 8 ongeveer. Of de 7. In ieder geval niet in het midden van het pek, want ja, dan heb je gewoon de meeste kans dat je witte bal blijft liggen. In dit geval zie ik een goede shot over. 15 naar de hoek. Automatische positie op de 7 of de 12. Dat is net wat je wil. Maar zo te zien gaat hij naar de 7. Ja, mooi pot. Had inderdaad naar deze hoek gekeken op de 7, dus ja. Ja, perfect. Kan hiermee prima weer. Hij wilde hem daar hebben, dus kijken wat hij nu gaat doen. Hij gaat, zo te zien, het pack in. Ja, ik denk wel dat het van belang is om aan de bovenkant van het pack te komen. Dus aan de bovenkant van de 5. Als je onder komt, dan zal de witte bal op een korte band gaan. Ah, dit zo dus. Komt hij doorheen. Ja, ja, nou, genoeg power om er doorheen te gaan. Dan komt hij er wel uit. Ja, die 6, 9, ja, die liggen wel een beetje in de weg nu nog. Ja, en de 10 en de 13 liggen nog bij elkaar. Hij heeft nog wat werk te doen. Ja, maar niets onoverkomelijks zo te zien. Ligt hij prima op de 14. Kan nu ook voor kiezen om die 10 en die 13 al open te maken. Hij heeft de 8 om verder te gaan. Ja, doet hij ook. Heel belangrijk dat die 8 daar lag. Daardoor was hij gegarandeerd om verder te kunnen in deze break. Een soort veiligheidsbal. Maar toch nog wat puzzelwerk over. Want dit is niet echt een makkelijke layout. Nee, het zou lekker zijn als je een beetje in het midden van die cluster zou kunnen komen. Of vanuit het hart. Ik denk dat hij aan het kijken is of hij de bal kan terugtrekken. In die ballen in om hem iets open te spelen. Genoeg power. Kijk. Ja, de 3 kan mooi naar de corner toe. Misschien de 1 naar het midden. Of de 11. Nou, de 1 naar het midden, dat lijkt niet. Daar zit hij nu wel naar te kijken, hoor, de 1 naar het midden. Maar ik denk dat de 10 er net voor ligt. Ik zou voor de 11 gaan. Oké, okay, ik zou voor de 3 gaan, denk ik. Behalve dat het ook wel een mooie breekbal is, de 3. Maar ja, klopt. Ja, je kent hem goed genoeg. Het wordt de 11. Goed gespeeld. Nou, dus dat maakt het al een stuk meer open. Ja, je zit alleen nog met de 9 en de 6 nu als... Ik vraag me af, zou die niet met de 1... Ik kan net niet goed zien die hoek, maar met de 1 die 6 en die 9 raken. Ja, ze kunnen natuurlijk ook voor linksonder, hè? Dus, ja, dat doet hij nu. Ja. Of rechtsonder is wat ik bedoel natuurlijk. Ja, helaas niet John of John. Hij ging inderdaad voor een andere bal, niet voor de 3.
zwaarste werk is nu gedaan. Hij moet nu gaan denken aan in ieder geval de 9 wegspelen, zodat die 6 ook in de hoek kan. En dan ja, de laatste route plannen. Ja, eigenlijk, ja, precies. En eigenlijk zie ik een mooie route. Als je gewoon stopshot op de 9 doet, kun je de 1 naar het midden doen. Ja, ja, ja. Kun je de 2 roze ballen weghalen en dan heb je de keuze uit 3 ballen om je breekbal te vinden. En eventueel zou je nu al wel een van die 2 ballen, de rode of de 3 ballen of de 13 ballen, nog kunnen meenemen. Ach. Het is aan Howard de keuze welke route hij het prettigst vindt. Maar volgens mij gooit ver. Ja, continu. Continu. Maar die bots zijn zo. Ja, niet zeker wat hij nu precies wilde qua deze positie. Nou ja, dus hij heeft de 6. Dat houdt in dat hij dus nu hier de breekbal weghaalt van de 6. Het ligt toch ook wel erg laag. Dus dan worden de 3 of de 15. Ja, niet lekker door de bal heen. Dat is allemaal prima op te lossen hoor. Maar geen probleem nog hoor. Gewoon met topspin zo naar de 12. Maar het moet niet in je hoofd gaan zitten. Als je 2 shots speelt waar je niet op de positie komt wat je wil. Ik wil hem toch trekken liever. Kan ook. Misschien met top dat hij toch te dicht in de buurt van die 12 komt. 2 bandjes. Dat was niet nodig hoor. Ja, heeft dit te maken met de lange brug? Ik zat er net naar te kijken, want hij koos ervoor om zijn hand op de middenpocket te leggen. Waardoor, terwijl er ruimte was ook om de hand op tafel te leggen. Ik zat te kijken van, nou, ik denk dat ik inderdaad mijn hand hier op de tafel had gelegd. En hij koos vanaf om de hand vanaf de middenpocket te houden. Nou, in ieder geval resulteert het wel in een onverwachte mis misschien wel. En de kans hier voor Jan. Ja, en een goede 20 kans. 20 punten achter. En misschien nu wel een mooie kans om weer de aansluiting te pakken. Is deze te kort? Nou, het is kort. Ik zeg niet dat hij... Ja, dat is waar die wou hebben inderdaad. Tja. Ja, we hebben met zo'n hoek hebben we nu eigenlijk is dit de 4e keer dat we een kleine hoek vanaf de zijkant het pack in zullen zien gaan. Nee, zeker al de 3e of de 4e keer voor Jan ook, hè? Ja, het zou kunnen. Maar toch wel gezien dat als je deze met topspin het pack erin gaat, dat er een kans is dat wit er achteraan gaat. Hij geeft hier ook topspin zo te zien. Ja, pak nu wel goed de hoekbal mee, dus dan blijft hij eruit. En met goed gespeeld, ja, niet veel open gespeeld, maar in ieder geval 2 ballen. Kun je misschien nog iets mee doen? Helemaal intrekken, 2 bandjes om het pack heen. Ja, goed gedaan. Ja, goede hoek overhouden. Eens kijken wat er nu gaat gebeuren met het pack. Blijft hij weer plakken of? Nou, schant hem aan de onderkant. Het opent zich weer niet lekker. Nou, hij nu alleen nog de 12 naar de corner. Ja. Dus balletje voor balletje op het moment werken. Nou, dat maakt het er niet makkelijker op zo. Nee. Ja, tikt even op de tafel. Ja, een beetje frustratie. Hem, verder van die band afgetrokken hebben. Ja, moeilijke bal dit hoor, naar het midden.
En dan ook nog positie vinden. Ik wou net zeggen dat die pot. Die pot is al moeilijk genoeg. Ja, ik deed even mijn eigen frustratie een beetje uit. Omdat weer de software niet doet wat wij willen. Maar goed. Oké. Okay. Ook wij moeten af en toe een beetje improviseren. Een puntje wat we weer meepakken voor ons eigen team. En Jan nu ook, want die heeft een heerlijke zeven. Ik denk niet dat hij hem aanvalt. Ik denk dat hij hem dun aansnijdt. Ah, hij valt hem wel aan. Safety mind. Ja. Ja, hij heeft niet veel om mee te werken. Dus ja. Wat gaat hij doen? Gaat hij hem plakken, denk je? Denk de, tegen de band. Ja, ik weet het niet hoor. Dat is gevaarlijk hoor, want die 9 gaat bewegen. Of de 4 gaat bewegen. Of gewoon naar de. Of gewoon naar zal de band vanaf spelen. De 14 ja, gewoon naar de band spelen. Ja, ja precies. Ja. Dat is al moeilijk genoeg. Oké. Okay. 9 bal op tafel. Ik verwacht hij ook gewoon hier dun naar de korte band. Oh, die 8 komt er toch nog uit, hè? Gaat zo snel. Het is een kansje voor. Voor Jan. Ja, hij komt automatisch op de 4-bal, dus die haalt hij mee naar voren toe. Waardoor hij waarschijnlijk, als hij deze maakt, ook door kan gaan. Goed geraakt. Kan de 4 maken. Zoals hier te zien is. Ik zeg de turbo aan. Hij moet recht flink op de aanhalen. Korte band komen, terug. Erin kan vlammen. Die 9, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik had hem hier gewoon de kaart ingeramd. Twee wanden. Ja. Bam. Precies. Een beetje pech daar. Ja, een beetje, zeker. Zeg maar veel pech. Alles gaat er net voor liggen, zo te zien. Ja. Ja, misschien niet, kan die 2 langs? Nee, dus. Jan, zo'n gezicht. Ja, lijkt me ik ook. Ik denk mee. Het wel, hoor. Ja. Jan zat hem een beetje te vloeken en je ziet hem praten. Gaat hij voor? Nee, hij zit toch naar de combinatie te kijken. Kijk, als je deze hoek weer ziet, dan lijkt het of hij niet kan de 2. Maar als je hier kijkt, dan denk je, hey, die kan. Dan verbuigen de camera het beeld wat. Nou, hier zit die 80 die er wel voor gaat. Nee, toch voor de combo. En hij maakt een goede bal. Goed gedaan. Ja, dat shot daarvoor was een prima uitgevoerd shot. Dus hij verdiende ook wel deze combinatie. Ja. Goed. Daarmee ook gelijk een mooie breekbal gecreëerd met die 2. Zeker. Yes, Shoto. It's a good recovery by Jan. He had no reward after the first shot, but... This definitely opens up this rack for him. Ja, hij heeft nog wel een beetje een uitdaging van die 3 ballen bij elkaar. Het zou een idee kunnen zijn om daar nu in te trekken. Wil je die 14 naar die groene bal naar de corner? Ik denk 15, dat hij naar het midden haalt. 15 midden past, oké. Okay. Ja. Hij speelt een iets ander tempo, zie ik. Tenminste, dat valt mij op nu. Het lijkt of hij iets sneller gaat spelen. Ja, zag ook bij Mark Bijsterbos, de wedstrijd van Jan tegen Mark Bijsterbos, dat hij ook ging versnellen. Pakt er goed uit voor hem. Prima. Ja, zo lijkt deze wedstrijd toch wel weer helemaal op te bloeien. Hoewel Jan weer een rechte bal overlaat.
Dat is de vierde, vijfde keer al. Ja, dat is de vierde of de vijfde keer dat hij zo'n hoekje... En hij heeft een hoekje. Dat. Maar hij, je ziet een klein lachje bij Jan op zijn gezicht. Van jongen, trap ik daar nou weer in? Ja. En dit zijn precies die hoekjes die zo gevaarlijk zijn dat als hier met topspin het pek in gaat, dat er gewoon een grote kans is dat de witte kracht. Ja, ik denk dat de topspin dat dit heeft hij nu inmiddels afgeleerd. Ja. Hij gaat nu weer gewoon trekken. Ja, stunnen trekken, maakt er wat van. 58-52 nog in het voordeel van Hoa op dit moment. Maar eigenlijk wel een slordige bal dit hoor, van Jan, die jij speelde. Want er was zoveel ruimte op tafel waar hij op kon spelen. Ik denk dat dat even met het visualiseren te maken heeft. Maar goed, hè, dezelfde bal zoals daarnet. Ja, en ook deze bal was dezelfde bal als daarnet die hij miste. Die hij miste hij ruim. Ik zie wel dat hij nou wat meer aandacht ervoor geeft. Goed opgeleid om te visualiseren. En maakt hem nu dan wel. Wat tikkie voor resultaat? Nog van de 15. Nou. Ja, steekt even zijn hand op. Zonder dat tikkie had hij eigenlijk helemaal geen shot gehad. Nu heeft hij combo, een 15-12 combinatie liggen. Ja. Hier wat beter te zien. Ja, je kunt natuurlijk ook stellen dat als hij 4-5 keer al niet goed op zijn breakbal uitkomt, dat je ook kan stellen dat zijn key shot, zijn keybal, niet de juiste bal is. Nee, als je je ene laatste bal, daar wil je goed rekening houden met dat je het vanaf daar op je laatste bal komt. En Niels zie je toch wel dat hij altijd, Niels Feijen heb ik het dan over, die gebruik ik veel als voorbeeld. Die probeert altijd wel, zoals in dit geval, een 9 voor de middenpocket. Om die bal te gebruiken als laatste bal, als keybal. En dan weet je zeker dat je met een simpel rolballetje naar die plek kan rollen. En niet afhankelijk bent van een band of 50, 60 centimeter te rollen. Nou, als je het mij vraagt, is daar nog wel een leercurve voor Jan in. Om nog meer die hogere breaks eruit te kunnen krijgen. Laat hem. Ja, de driebal. Iets hoger liggen op de drie dan ik dacht. Dus misschien houdt hij van die kleine hoekjes op die ballen. Ja, misschien lekker stunnen. Ja, prima. Hij heeft nu de 8 als mogelijke breekbal. En als je ervoor kiest, ja, dan. Volgens mij zit hij nu te kijken naar de 9. En dat zou juist ook zo'n bal kunnen zijn die je als keybal zou willen houden. Ja, die gaat nu toch weg, die 9. Ja, wat ik net al vertelde, zijn zoveel wegen naar Rome en ook zoveel wegen dus naar Harmelen toe. Kralingen, noem ze maar op. Maar ja, is toch ook wel ergens een route waarin je bepaalde risico's weghaalt wat op het pad van jouw route kan liggen. Nou, inmiddels in de totaalscore ligt Jan weer voor. Ik denk dat hij nu op 62 staat, als ik het goed heb. Ja, ligt niet heel comfortabel. Heel goed mounten en een beetje sportief blijven, Moses 3-3-3.
snap dat je misschien een voorkeur hebt voor een van de spelers. Ja, dat, zijn, dat mag altijd. Behalve wij commentators, wij zijn natuurlijk altijd... We zijn heel objectief. Ja, absoluut. zo is het al ietsjes beter, ja. En ik had het over de comments van Moses in de chat. Die nu netjes vraagt. Oké, ja, en dit is wel wat ik bedoelde, hè, want hij moet nu vanaf de 15 naar de 8 toe. Of en van de 8 naar de 15, maar ik kies voor 15 de 8. De 8 ligt ook beter, sowieso. En dat houdt dus in dat hij wel weer meters moet maken. Hij komt nog oké uit, hoor. Dat is prima, komt hij uit. Maar het is wel weer een behoorlijke afstand wat die witte bal moet afleggen na het laatste contact. En als je die 9 had bewaard, dan heb je als keybal veel meer of veel minder te werken. En dus ben je veel meer gegarandeerd dat je daar niet fout op neerkomt. Hij zit weer te kijken naar hoe gaan we het trekken. Ja, hij laat het weer eventjes over. Ik denk dat Jan bang is dat hij het rek aanraakt. Of de 8 aanraakt met het rek. Ah, daar is de organisatie natuurlijk ook voor. En die kan altijd assisteren bij dit soort zaken en dit soort momenten. ...58-66. Het voordeel van een objectbal die zo dicht bij het pack ligt is dat je heel goed kan zien waar de witte bal het pack zal gaan raken. Het zal dan tussen de twee roze ballen naar de zijkant geduwd worden. Ja, perfecte bal hoor. Prima resultaat. Ja, kan met de 2 verder, met de 15 verder, kiest nu voor de 2. Waarschijnlijk voor de 6. Ja. Ja, het is eigenlijk een prima tafel. Genoeg ballen om vandaan te werken, allemaal keuzes om wat te doen. Eigenlijk het voornaamste wat hier fout zou kunnen gaan is focusverlies van Jan. Ja, 34 punten te gaan. Ja, 31 punten eigenlijk natuurlijk nog te gaan voor Jan. Komt hier een beetje recht op de 11, maar ja, goed. De 13 en de 9 gaan in principe naar de hoek pocket daar. Dus wat doet hij? Neemt de 3 aan. Tenminste, kijk denk naar de hij over na. Daar denkt hij over na in ieder geval, ja. Ja, hij weet gewoon dat als hij de 11 aanneemt, dat hij die niet wil forceren en dat hij onderin zal blijven. En dus de vraag, wil je dan liever de 9 of de 13 aan de hoek schieten of wil je liever deze bal naar het midden aannemen?
Zo te zien worden de 13 naar de hoek toe. We kijken even nog naar de 14 in de hoek. Ja. Of in het midden, sorry. Ja. Het is niet echt een hele fijne bal hoor, dit. Maar hij maakt hem wel heel goed. Hard van de pockets. Ik weet niet, als Jan zou winnen, is dat zijn eerste NK-titel bij de heren? Ik denk het wel, want ik kan het niet herinneren. Ik weet wel dat hij een finale al heeft gespeeld. Ja, 1 of 2. Maar ik kan me niet herinneren dat hij ook daadwerkelijk een Nederlands kampioenschapstitel heeft gehad. En ik ben er eigenlijk ook wel 100% zeker van dat het de eerste NK-titel voor Hoa zou zijn als hij zou winnen. Ja, Hoa sowieso niet. Nee, Hoa heeft nog niks gewonnen. Jan denk ik ook niet. Alleen titels bij de junioren en pupillen. Ja, daar heeft hij natuurlijk voldoende al op zijn slaapkamer van staan. Ja, dat is een goede vraag, Mancero. We betwijfelen of hij 17 of 18 is. Ah, 17 jaar, zegt Jan Rosmulder. 17 jaar, dat is wat wij dachten ook, maar dat zou dan de bevestiging zijn. En hij is inderdaad nog nooit Nederlands kampioen geweest. Dus voor beide wordt dit de eerste Nederlandse titel. Voor eentje van... Ja, precies. Voor beide zou het betekenen dat het hun eerste titel wordt. Zijn eerste titel. Goed. Komt weer recht uit. Dit keer genoeg. Kijk. Nou, hij heeft iets meer hoek is genoeg, ja. Ja. De manier waarop Jan kijkt, ziet hij. Kijkt even naar het scorebord. 80 staat hij nu op. Hij voelt dat de NK-titel dit keer. Ja. Nou ja, goed. Ik zal niet zeggen voor het grijpen ligt, maar wel binnen bereik is. Ja. Misschien meer dan ooit tot nu toe. Ik ben er ook zeker van dat dit zeker niet de laatste keer is dat, dat Jan een goede kans heeft op de titel. In de NK's die nog gaan komen. Maar die blijft plakken erachter. Hebben we het weer? Ja. Misschien wel de. Door de bal heen. Commentators curse. Houdt niks over na de break. Ja, je mist hier dan toch echt wel weer een beetje die overtuiging om dus door de bal heen te gaan. Door echt die witte bal na contact van het pack. Het trekeffect erover eruit te halen en dat hij hem uit het pack weet te halen. Einde van de break. En het zal een 17 bezoek hier achter de 2 en de 6 bal. Ja, IJsbrand, ik ben er ook zeker wel van overtuigd dat Hoa al eerder ook medailles heeft gepakt. Maar, zoals gezegd, nog geen titel bij de heren. En voor de senioren is hij nog niet oud genoeg. Dus, Hoe oud is Hoa nu? Weet je dat? Weet ik niet, maar niet oud genoeg voor de senioren. Nee. Wat ik denk dat hij mid 30 is of zo. Okay. Heb ik zomaar het gevoel. Geen idee. Het is gewoon een. Ja, ik begreep dat het NK senioren dat daar ook de leeftijd weer van verhoogd is. Hè? Dat gaat ieder jaar nu een stap omhoog. Volgens mij is dat inmiddels 43? 43 of 44. Ja, volgens mij 43 jaar. Ja, het wordt om de 2 jaar verhoogd totdat het op 45 staat. De reden daarachter is mij verteld dat ze ooit graag een WK senioren willen organiseren. Het verschil waarom dan verhogen naar die 45 minimaal is omdat in Amerika is senioren vanaf 50. Ah, oké. Okay. Dus als vroeger was het vanaf 40 senioren EK. Maar dan zou het verschil 10 jaar zijn met senioren in Amerika. Dat is gewoon te groot, dat verschil. Dit is een riskant balletje hoor. Zeker een riskant balletje. Jan kijkt of hij nog in te snijden is. Nou, volgens mij niet. Ja, en wat te doen? Ik
Hij speelt hem hier dun, maar als hij hem niet maakt, krijg je hem ook niet safe. Well, Choto Hoa decided differently. He did play the orange 13, but he played it like this, put the white ball there. It's not a bad shot. Ja, Jan zit wel toch wel een beetje in de tangen, hoor. En misschien was het een risky shot, misschien was het ook niet zo gepland van Hoa, maar ik mag toch wel zeggen dat het goed heeft uitgepakt. Door de oranje bal is de hele bovenkant van de tafel nu afgeschermd als safe. Ja, zoek nu of hij de 15 kan wegsturen daar en de witte bal eronder kan houden. Natuurlijk een prima shot, alleen zo lastig om daarbij te komen. Ja, zoek nu een dun contact over de 5 wit onder de bruine bal of iets links van de bruine bal. Ja, is net te hard denk ik. Ik denk dat Hoa deze wel aannemen naar de corner toe. Het enige is dat ik niet direct zie waar de witte bal heen kan gaan. Dus hij neemt hem ook niet aan. Wordt toch een safety. En nu een wat makkelijkere plek voor Jan om hem weer terug safe te krijgen. Weer terug aan de korte band. En als je hem hier nu plak aan de korte band legt, dan wordt het een stuk lastiger. Nou, zeker niet plak, dus hier kan Hoa prima weer wat mee. Bij volgende stopshot op de 7 gaat aannemen. Ja, ja, stopshot. Ja, stop zal net niet kunnen, denk ik. Maar ja, het zou wel mooi zijn als je hem tegen de 1 kan aanplakken, zodat hij niet via de lange band weer terug kan gaan. Dan gaat die 7 naartoe. Valt net veilig. Ja. Prima gedaan. Ja, het wordt steeds moeilijker om de bal safe te krijgen. Misschien. Het is wel lastig. Ik wou zeggen, misschien met een beetje links effect zo de 1 of de 5 aanspelen en dan midden, vanaf de 5 midden korte band en dan weer terug naar het pack. Maar hij gaat de andere kant op. Dat is ook lastig. Ja, dat is een goede. Laat alleen de 8 in principe, volgens mij. Ja, en de 7. Maar dan zal de 8 makkelijker zijn. Ja. Ja, keuzes. Nou ja, ik weet niet hoeveel keuze je hebt, want de witte bal ligt natuurlijk ook redelijk aan de band. Dus een safety is daarmee ook niet altijd even makkelijk geworden. Nee.
denk dat Jan hier zal gaan aanvallen. Je kunt het beter zien. Ja, wordt een volle aanval. Ja, maakt het keurig. Keurig. Dat kan hem een... Ja, dat kan wel als de beslissing zijn. Ja, tot een beslissing brengen. Hij heeft er nog 19 nodig. Volgens mij 13 nog op tafel, dus 1 gemaakt, 18. Nog 5 zou hij daarna moeten maken. Speelt voor yes, de 10. Yes, Choto, this could be the game winner, but we have seen it a few times today that there can be some unexpected turns in this match. In this matches here on this TV table. Hoe pakt dit uit? Nou, this is a turn we were talking about. Geen makkelijke bal hier voor Jan. Zeker niet. Maar ja, kan niet veel anders doen. Nee. Nee, gaat deze oranje 13 naar de corner wel aannemen. Plus hij moet het pack nog open spelen daarna. Met een van die ballen. Ja, is de 3 ook niet beschikbaar? Nee, dat denk ik niet. Oké. Nee. Dit is in ieder geval een goed begin. Goed recovery shot. Ja, zou nu meteen vanaf die 11 erin kunnen gaan. Kan ook eerst 15 nog ophalen. Ik denk dat hij gelijk vanaf de 11 wil. Ja. Op zich, hij heeft op zich een prima hoek. Goede hoek nu, ja. Als je hem naar de nee, aandacht nog even de 15 op. 15 rustig denk ik, ja. Prima. Als je het mij vraagt is er ergens bij de derde diamant een mooie plek om de band te raken. Tussen de tweede en de derde diamant zit je altijd goed. Ja, hij wees nu naar de derde, daar zou ik hem doen. Ja. Pakt goed uit, in ieder geval de 5. Een shot op de 5 met een hoek om weer wat ballen los te spelen. Ik denk dat diep van binnen Jan nu ook wel beseft dat de titel nu toch wel echt dichtbij is. Oh. Dacht zal dat hij nu wel die ballen kon raken nog maar. Nee, volgens mij lag hij daar inderdaad te dun voor. Maar nu kan het zeker wel. Topspin vanaf de 2. Dan duwt hij vanzelf wat ballen richting de corner. Hij heeft de 1. Nou, maar het gaat nog niet van negen. De 9. Het gaat niet van een laaie dakje. Nee. Dat zei je zeker niet. Het is zeker geen cadeautje. Maar ja, goed, we hebben Jan in de andere partij ook zien strijden. Dus ja. Ja, is prima stoten. Kan nu vanaf de 6 positie vinden op de 1 om vanaf daar die andere 3 ballen te openen. Natuurlijk zou het ook vanaf de 6 niet meteen kunnen doen, maar. Ja, ik weet niet of dat verstandig is. Ja, ik denk dat er even niet veel anders op zit. Ja, maar hij heeft toch wel vrij veel hoek, dus meteen erin. Kijk, hup. Ja, het pakt goed uit nu. Kan prima met die 1 verder. Het enige is dat hij nog geen echte breekbal heeft. Nee, en hij heeft meer dan dit rek nodig. Ja, nog 5 meer. Eventueel zou de 4 kunnen. Ja, allebei roze zou kunnen.
zelf denk ik zou ik denk vier dat prettig hij terug trekt naar de 12. Ja. 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 Goeie bal hier. Ja, wel positie heel erg belangrijk nu natuurlijk. Ook hier moet hij best wel weer werken met wit. Dus deze 12 naar de rechter corner pocket en wit via de band. Een soort van stunt follow through naar de linkerkant. En dan natuurlijk dus ook weer lager dan de vierbal krijgen. Maar best een uitdaging nog hoor. Ja, hij moet een goede hoek overhouden. Gaat hij onder de vier door, denk je? Of nee, gaat hij boven. Ja, ja, hij gaat er onderdoor. Ja, dan moet hij stoppen. Ja, dat is, gebeurt zo snel. Zeker als je onderdoor gaat. Ja. Ja. Ja, het gebeurt heel snel. Lastige bal hoor, wat je net had, om zo'n positie te spelen. Nou ja, precies. Ja. En dan was het misschien makkelijker geweest als hij twee keer op en neer had gedaan. Zeker dus, met je extension erop en dan ook nog op dit punt in de wedstrijd. Met je adrenaline, daardoor je ook wat harder stoot. Ja. Doei. Oh, sorry, dat is even iemand de gedachte aan. Rillinde Knijn heeft een bronzen medaille gehaald. Gefeliciteerd Rillinde. Ja, ik denk dat is niet de eerste bronzen hoor. Nee, ze heeft een aantal medailles al. Dus Rillinde loopt natuurlijk ook aardig wat jaartjes al mee in het circuit. Maar toch weer een goede prestatie brons gehaald. Ja, ik denk niet dat Jan hier het rek open kan spelen. Nee, topspin met veel links, dan ga je denk ik ook eraan voorbij. Ja, ja. En om dit in te stunnen en een bal te laten bewegen, ja, dat lijkt me wel heel lastig. Ik denk dat hij gewoon voor de safety moet gaan. Hij gaat toch stunnen, denk ik hoor. Ja, dat is echt ontzettend veel power wat je moet geven. Ja, hij probeerde het. Nadeel is dat de safety nu ook moeilijker wordt. Ja, recht op zijn kop naar de 5 rollen. Ja, goed gespeeld. Laat eigenlijk niks over. En een moeilijke safety voor Hoa. Ja, heel moeilijk. Ik zit een beetje te zoeken. Een gevaarlijke safety, maar wat wel safe kan zijn, is als je vanaf de 6 bal de witte naar de linkerband stuurt en plakt tegen de 1 bal. Natuurlijk kun je die 1 laten. Als je hem achter de 1 laat of naar boven gaat, heb je die 11. Maar je kunt er wel vrij goed controleren, die witte bal in die lijn. Naar boven zie ik hem ook niet echt, tenzij je de 10 op de 7 kan krijgen. Ja, oh, is ik ook nog niet uit. Ik zit wel echt gewoon naar de 10 te kijken. Ik heb nog niet echt helemaal door welk plan hij dan zou hebben. Als je wild zou willen, dan zou je vanaf de 10 de witte bal 3 banden rond kunnen trekken ook. Lang, kort, lang. Dus de rechte lange band. De topkorte band, linker lange band. Om zo terug in de 5-6 te komen. Een beetje vertrouwd bent met biljarten, dan wil je die nog wel kunnen spelen. Nou, toevallig is Hoa ook een driebanden speler. Ja, dan die lijn ligt daar wel voor. Ja, maar dat is een shot die je niet gaat spelen op dit moment. Oké. Ik ben benieuwd. Ik vind een andere optie die ik zei om vanaf de 6 achter de 1 te komen ook riskant. Dus ik ben benieuwd of jij nog andere ideeën hebt. Ik denk dat hij zat te kijken naar een opzettelijke fout natuurlijk kan. Maar ja, maar misschien dat hij ook keek naar een shot om de 6 aan te spelen en dan te plakken tegen de 1. Ook zeker niet makkelijk. Maar ja, heel veel opties heeft hij eerlijk gezegd niet. Ja, je ziet hem ook rondlopen. Ja, wat doe je hier?
Hij kiest voor een opzettelijke fout. En dan een blokkade van de 10 op de 7. Ah, oké. Is dat is maar net een blokkade hoor. Hij moet echt niet 1 cent veter verder of zo moeten gaan. Inderdaad. Ja. Maar ja, goed. Ja, wat doet Jan hier? Ik zou hem nu tegen de band aanspelen, waar die nu ongeveer ligt. Ja, gewoon een klein tikje opzij duwen nog. Hij moet nu niet iets geks gaan doen met een combi aannemen of zo. Ja, Jan heeft er nog maar 5 nodig. Ook, hij kijkt ook naar die, wat ik zei. Dan ligt hij nog slechter. Nog moeilijker. Maar nu heeft Hoa toch wel weer een kans. Ja, kans om hij had net bijna geen shot. Ja. Nu zou hij te dun op de 1 kunnen spelen. En dan de wit naar de 2-12 rollen. Is dat wat je bedoelt? Nee. Nee, ik zou de andere kant. Ja, maar dan geef je waarschijnlijk wel de 7 weg. Tenzij je weer precies daaruit komt. Je moet precies de goede juiste snelheid hebben. Ja. Kijk. Maar hij is ook een gevaarlijk shot natuurlijk. Nou, ik denk dat het wel meevalt als je kijkt naar de marge die hij heeft. Kijk, onder de pocket is hier alles. Dan heeft hij de 11. Hier, dit hele gebied hier, zeg maar tussen de tweede diamond van... Nee, meer. En dan heeft hij de 11, hè? Net voor de pocket en de... Ja, dus dan moet je... Ongeveer 3 diamonds ruimte. Ja, rond de midden pocket wat veilig is. Ja. Ik vind het wel een hele lastige bal, hoor. Ik zou daar niet snel voor gaan. Het enige voordeeltje wat hij nog wel heeft is, Jan had er net 5 en moet er nu 6. Dus dat is dan toch wel weer een verhoging van 20%. Ik lach wel, maar dat kan net toch wel een verschilletje zijn. En laat ik het zo zeggen, er liggen 5 ballen los. En toen hij er nog 5 moest, waren de 5 losse ballen voldoende. Er ligt ook geen combinatie of iets, nee. Nee, dat zie ik ook niet. Dus nu moet hij in ieder geval nog wel uitwerken. Toch weer voor de voor de val. Doe het nog 1 keer. Oh, laat hij hier die 7 liggen? Zit er niet ver naast, hoor. Nou, als Jan niet helemaal zeker van zijn zaak is, had ik hem nu lekker wit gegooid. Jan kijkt nog even heel goed. Ja, het is echt krap, hoor. En ook nog kaarsrecht. Misschien met een beetje rechtseffect misschien. Ja, wil je dat op zo'n afstand met wit vrij dicht aan de band? Poeh, het is wat. Ja, het zat erin hoor. Wauw. Ja, wat laat hij liggen? 1-11-11-1 combo. Ja. Zal moeten worden. Nou, het trucje van Hoa heeft in ieder geval gewerkt. De val gelegd. In ieder geval aan tafel, ja. Ja, val gelegd voor Jan. Jan heeft gehapt. Ja, Jan had daar best wel geduldig kunnen zijn. Als je hem terug had gerold naar het plekje waar daarvoor op lag, dan had Hoa wat vastkomen. En dan had hij waarschijnlijk die 10-7 combinatie moeten aannemen, wat verschrikkelijk moeilijk was. Had hem waarschijnlijk nog meer net hard genoeg, denk ik, kansen gegeven. Heeft hij hier een hoekje op de 10? Nee. Nou, minimaal. Nee, maar goed, hij kan een stopshot spelen en vanaf de 7 erin gaan. Nou, misschien zelfs vanaf de 7 terugtrekken naar het midden van de tafel. Nou, gaat voor jouw optie. Wat gaat hij hier krijgen? Ja, als je de 8 pakt, dan lijkt het wel aardig goed te komen. Die 8 zal de 5 richting de middenpocket duwen. Dus ik denk dat ik daarvoor dat het meest. Hij pakt de bovenkant van de 8.
wilde heel even kijken of hij niet... ja, ging schetsen daar. Naar de middenpocket ging. Ja, heeft hij ook wel weer twee opties, hoor, de 5 of meteen de 8. Op zich is de 8 ook wel lekker, hoor. Je kunt nu lekker erin stroken. Aan de andere kant kan ik ook wel zeggen, je tegenstander moet nog 6 punten voor het kampioenschap. Je staat met de rug tegen de muur, je moet die 44 breken schieten. Ik zou het wel lekker vinden om eventjes lekker die arm uit te gaan. Ja, hij gaat toch voor de 5. Beetje in het midden houden. Even keuze dan. Ja, raakt hij niet helemaal goed, hoor. Nee, nee. Maar en ik weet ook niet of hij nog... kan hij bij de 6? Ja, de 6 kan hij wel. En dan moet hij naar de 8. Gezondheid. Dank je. Ik weet ook niet of dit HOA zijn eerste finale is van het NK. Nee, misschien dat hij wel halve. Maar vanaf hier zal hij in ieder geval wel vanaf de achterhoek intrekken. Ja, de 9 komt er goed uit. Vanaf de 2 kan hij hem nog een keer erin trekken. Ja, dit wordt langzaam een goede kans voor HOA. Ja. Ja, en toch 40 punten te maken, dus... ze openmaken vanaf de 15. Heeft even een goed tikje nodig. Ja, ik denk dat hij 2 gaat kiezen als die breakbal. 14 ligt er net niet uit. Nee. Nee. Nee, die ligt er nog net in. Dus de 2 ligt op zich goed? De 2 ligt prima op zich inderdaad. Neemt goed even zijn tijd, even kijken. Goh, welke route ga ik nemen? Zit nog met die 12 zit hij nog een beetje. Ja, hij kan nu op de 12 denk ik positie spelen, afhankelijk van de hoek. Hij heeft net iets te veel hoek denk ik. Nou, kan ik de 3 spelen nu. Ja, maar ja, goed, die 12 die moet daar gewoon weg. En dit is denk ik te zacht. Kan die nu de klos op die 2 ontwijken? Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk dat als je hem genoeg intrekt. Het enige is dat je hem ook weer niet ver wil intrekken. Hij moet om op de 3 te komen. Ja, want de 14 kan denk ik niet makkelijk langs die 3. Ja. Nog niet uit de problemen in dit rek. Ja, hij moet hem eigenlijk een beetje rollen nu. Maar ja, wil je dat op dat moment? Ja, zo lijkt het toch wel dat hij de 2 op gaat zoeken. Hij zit nu te kijken van oké, als ik dan toch de 2 raak, kan ik die dan nog wat sturen. Ja, hij gaat hem erop trekken. Ja, nou ja goed. Het voordeel is nu wel, het is wat meer open. Alleen hij heeft geen goede breakbal.
Ja, je wil uiteindelijk vanaf de, met de witte bal vanaf de middenpocket, de linker middenpocket, de twee gaan aanschieten. Vanaf die kant. Vanaf die plek kun je nog prima het pack openschieten. Om daar te komen is nu ook alweer een uitdaging geworden. Tja, kijk nu helemaal naar de kitchen toe. Houdt in dat hij hem waarschijnlijk helemaal naar de rechterband zal intrekken. En dan weer willen oversteken. Een behoorlijk power shot hier. Ah, oké. Okay. Precies, heel goed. Goed. Ja, hij gaat nu voor een lange breakbal neerleggen. Van de kitchen. Ja. Ja, met best wel wat druk erop hoor. Op deze lange tweebal. Score is geüpdate. 69 inmiddels tegen 94. Schiet je vaak te hard en door te hard maak je de pot eigenlijk moeilijker. Ja, je wil hem ook weer niet in het putje leggen. Nee, precies waar ze vandaan breken, zeg maar. Precies. Ja. Vanaf hier, vanaf deze hoek zo te zien, kan hij misschien echt net nog maar die 5 raken. Als je te veel topspin geeft, dan kun je zelfs voor langs gaan, denk ik. Goeie bal, zeg. Ja, goed geraakt hoor. Ja. Ja, spijtig dat hij slecht beloond wordt. Tjoh, daar heb je wel pech. Maar goed, Jan heeft ook een paar keer pech gehad. Maar dit is wel zuur. Komt in de bankshot, ja. Ik denk dat Hoa denkt van, ja, ik ga nu gewoon full throttle vooruit. Ja, ik zie ook niet echt een makkelijke safety hier, nee. Maar ik denk, ja. Soms moet je ook maar gewoon denken, weet je, dan heb ik in ieder geval, nee. Die is goed. Oef. Dan heb je in ieder geval kans genomen. Ja. In plaats van dat je safety battle aangaat en je verliest gewoon de safety battle vrij makkelijk. Ah, het is wel zo, als je wil winnen, dan moet je ook spelen om te winnen. En dan moet je af en toe maar dat risico nemen. Die 3-14 zijn combinatie naar de corner pocket. Ja, en eventueel als die niet goed uitkomt of wel goed uitkomt, zou die ook nog de 6 aan kunnen nemen, hè, als die speelt voor die 3-14. Ja. En hij heeft natuurlijk ook nog de 15 naar de rechter middenpocket. Dus ik denk dat ik hem onder het pack zou door willen stunnen naar de linkerkant toe. Nog niet nu dus al het pack willen openen of moeilijk willen gaan doen. Ja, zeker Maan Zero. Dat was echt lef. Maar soms moet je gewoon ervoor gaan, hè. En hopelijk wordt hij ook beloond. Oeh. Niet wat hij bedoelde, want hij zat de driebal op te zoeken. Maar pak het goed ook even voor op de tafel om te laten zien dat het niet helemaal de bedoeling was. Maar kijk eens, perfecte hoek op de 3. Prima split.
enige wat hij nog mag ontwikkelen zijn die drie ballen aan de rechterband. Ja, die 10 ligt wel vervelend daar. Ja, die 10 daar, ja. Maar ik denk dat de 7 kan langs de 4, dus... Dus daarmee zou je eventueel, als je een goede hoek hebt, die 10 een beetje weg kunnen tikken daar. Maar vooralsnog is het nog steeds hard werken voor Hoa. En dus het komt niet makkelijk. 12 ballen is een hele mooie breekbal. Ik kan er ook voor kiezen om nu nog een keertje erin te gaan in die 4-7. Hij heeft een automatische hoek. Er liggen genoeg ballen in mooie posities om gegarandeerd aan weer een positie te houden. Het moet wel zo zijn dat je natuurlijk niet nog groter probleem van op maakt. Op het moment dat je daarin gaat, duw je het richting de 10, maar waarschijnlijk ook richting de middenpot. Dan moet, denk ik, eerst bandje raken. Ja, hij gaat er inderdaad in. Ah, precies. Pakt heel goed uit dit. Ja. Nou, alles opgelost. 12 is een mooie breekbal inderdaad. Ja, en als je de 15 bij de middenpocket als keybal kan houden, dan denk ik dat je op wel goed zit. En is die een beetje... Is het een beetje awkward bridging voor Hoa deze op de 4? Ja, niet dat ik kan zien. Is dat zo? Nou, laat er niet de 12 nemen. Ja, dit is zijn... dit zou zijn brug zijn. Lijkt toch wel goed te doen, maar... Maar goed, in principe... Van de 4 de 7 komt hij goed uit op de... De 9 en de 4. Ja, dus de 1, misschien nog de 14 meenemen. En dan zou die 7, 4, 9, 10, 15 kunnen doen. Doet hij ook? Ja, het goede hoekje op de 7 kunnen we goed zien hier. Ja, er wordt hier nu ook geroepen door John van den Burg van ja, misschien wordt de beslissing van Jan op die 7 toch heel duur. Ja, als hij een andere keuze had gemaakt? Wat als hij toch wel weer terug naar die 17 positie had gedaan? En Hoa die 10-7 had laten schieten, die bijna, ja, niet onmogelijk, maar wel heel lastig was. Maar goed, vergeet niet, Hoa heeft nog een lange weg te gaan. Als hij dit rek leeg speelt, staat hij maar ik denk pas wel dat Hoa tussen aanhalingstekens op 83. Ja, maar die krijgt dan wel steeds meer geloof erin dat het nog mogelijk is. Ja. Haalt nu de 14 bal op. Ik denk van de 14 naar de 9 en de 10. Ja, dat denk ik ook. Maar... Vanaf de 15 naar de 12 is het nog niet echt de makkelijkste positie om een goede... Nee, ging even niet? Vind ik geen fijne bal. Oké. Okay. Dan zou ik, als je die 15 hebt, dan zou ik hem eigenlijk... Ja, vanaf de 15 drie ballen rond, bedoel jij. Nou, deze speelt het te hard, dus hij gaat nu al wel de 15 pakken, hoor. Nou, kan nog. Het is niet de fijnste bal, dus moet je met heel veel gevoel spelen. Tuurlijk, liever lig je wat rechter op die 10. Ja, dit is zo'n timingbal, moet je een beetje met rechts onderin spelen. Ja, dat zou ik niet lekker vinden. Ik zou dit inderdaad lekkerder vinden. Misschien wel gewoon 15 om twee bandjes op 10 naar het midden ook weer uit te houden. Dus na de 15 de linkerband, misschien topband. Misschien moet hij gewoon heel simpel denken, 10, 15, 9. Kijk, en hier komt die drie banden. Ja. Nou, prima. Uiteindelijk toch de 9, als had hij ook dus 15 of 10, 15, 9 kunnen doen. Maar dat is makkelijk gezegd, hè, als je hier gewoon op je kruk zit. We moeten wel de goede hoeken houden op de 9 hier. En dit is niet
echt hele fijn ook. Mag wel een beetje min zitten nou. En die ik denk dat tafel, ik deze lekker, hoor. Ik denk dat ik hier de wit vooruit ga laten spelen. Ja? Ja. Oké. Okay. Nee, ik denk dat ik toch achteruit was gaan. Dus allemaal weer persoonlijke voorkeur natuurlijk. Als je vooruit gaat, ga je zo automatisch richting het midden van de... Van de ja, Hover gaat ook vooruit. Ja, dat bedoel ik. Ja. Komt hij uit? Ja, ja, komt heel goed uit. Zo, ik bedoel, zo heb, kom je dus automatisch in het midden van de tafel uit en heb je de goede hoek, in ieder geval. Ja. Spannende finale zo. Zeker. Ondertussen krijgen we ook door dat Misha de anderhalve finale heeft verloren van Elise. Waardoor ook Misha een bronzen medaille heeft verdiend. En de finale straks gespeeld gaat worden tussen Misha en... Sorry, tussen Elise en Tamara. Eigenlijk gewoon perfect hier op deze 12. De 12 ligt ook mooi om in de 5-7 te trekken. Check waar hij nu echt raakt. Zo te zien de 5 behoorlijk vol op de kop. Ja, die gooit hem behoorlijk vol op de 5. Goed, hij heeft zijn moed verzameld. Volle bak erin. Mooi geraakt. Met applaus, terecht. Ja, ja, ja. Ja. Gaat mooi open. Worden. Zoveel druk hier in deze finale van het NK. Vergeet ook niet dat het zijn thuislocatie is. Eén van zijn thuislocaties. Maar ja. Ja, veel mensen die hij kent, die zitten hier ook te kijken. Ja, ja. Ja, toch ook wel leuk om te zien dat er nog best wel wat mensen hier aanwezig zijn, deze zondagavond. Kijk, gaat heel positief hier het pack weer nog een keer in. Maar wat houdt hij over? Ja, denk met het. Ja, er zijn toch wel een hoop dingen nu gaande, denk ik ook bij belangrijk in deze wedstrijd is dat Jan nu al behoorlijke tijd weer op de stoel zit. En A, wordt daarmee zijn arm koud. En B, hoe langer je zit, hoe meer tijd je hebt om na te denken. En het laatste wat je bij streetpool wil doen is nadenken. Dus stel dat er straks dat Hauer vastloopt en een safety speelt. Kijk, 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 hij moet deze bal aannemen met een beetje rechtseffect. Maar wat heeft hij? Wat heeft hij? 2-5 combi? 2-5 combo. Past die 14 naar de corner? Ja, 14 past denk ik wel. Ik denk het. Ik denk het wel, maar het is heel krap. Kijk eens. Zie je? Ja. Maar hij moet wel, denk ik.
Jan nog steeds maar 6 ballen nodig. Mooi. Goed geraakt weer. Ja. Ja, ik ga vast een beetje vooruit praten, maar als Howa dit rek leeg schiet, komt hij op 97 en heeft hij nog 3 ballen nodig. Wat inhoudt dat hij 2 ballen uit het nieuwe rek nodig nog heeft. Dus hij heeft wel iets van de breekbal nog nodig. Oh. Waar gaat Wit heen? Poeh. Niet lekker. Nee. Nou ja, goed, hij heeft nog de 7. En de 5 zelf, maar meer, de rest is allemaal geblokt. Ja, eigenlijk het shot hiervoor zat ik te denken om eigenlijk misschien dan die 6 te nemen. Om zo naar die 9 en die 15 te gaan, 11, 10, weet je, die kant op. Maar goed, hij koos voor een andere optie. Want die 11 en die 15, of sorry, die 9 en die 15, ja, die moeten wel echt opengespeeld worden. Ja. De 10 die kan er wel langs, denk ik. En de 11 ook. De 9 niet langs de 11, denk ik. Ah, hij geeft hem insight. Zie dat, hij gaat rond vanaf deze bal. Nee, dat lijkt toch. Ja, precies. Ja, hier kan hij met de 10 verder. Of de 5 natuurlijk. Maar. Daar wil je een keuze maken. Kies voor de 10. Oh, daar. Dan toch de fout door Howa. Bezig met die klos op de 1. En mist de 10 aan de corner. Ik had het gevoel dat hij op de 5 speelde qua positie. Dus ja, hij had naar de 5 gekeken. Ik had al het gevoel dat die 10 echt niet zo makkelijk langs die ballen ging. Ja. Hij kon wel en hij was ermee bezig om dat open te maken. En ja, het resulteert in een mis. En daar is dan toch de kans voor Jan waar hij op wacht hoor. De vraag is hoe gaat hij het aanpakken? Hij heeft 6 ballen nodig. Hij heeft 20 minuten gezeten. Maar hij heeft hier zijn eerste shot te pakken. Nog 5 ballen. Dus beter gezegd, hij mag 3 ballen op tafel laten. Ja, je ziet Howa daar zitten. Ja, wel heel knap teruggeknokt al wel hoor. Maar ja. En Jan heeft hem natuurlijk nog niet, maar... We hebben het al vaker gezien, deze pockets zijn toch verraderlijk. Ja. Vooral met zo'n bal als hij wilde spelen, ja. En je focus moet echt volledig bij de pot zitten. Zoals nu even je... Focus af laten driften naar een klosje die je wil veroorzaken en de pockets die zijn zeer strikt dan. Gaat hij voor de combinatie 11-10? Oh. Wat is dit? De drama. Wauw. Spanning duidelijk opgelopen. Tjee. Nou, zo hebben we zeker een finale hoor. ...89-96 is het nu, jongens. Ja, voor wie is de druk hoger? Hè? Ja, maar Jan, wat ik, dit Jan is wat ik is wel heel al. Erg gedreven had natuurlijk. Ja. Dus kijkt echt heel lang uit naar deze titel. Een titel bij de heren. Maar je ziet dat dit in Jan zijn hoofd kruipt. Hè? Meer nog als dat Howa het in ieder geval laat zien. Dus je maar goed, ziet, de kans voor Howa. Hij heeft niet veel... Ja, het is niet makkelijk... Want ja, ik zeg niet makkelijk, hij moet de 11 en de 10 losspelen en de 9 en de 15 nog. Ja, maar is de 11-10 geen combo die je aan kan nemen? Blij, kijk eens naar de reactie van Jan. Ja, die gaat door de grond nu. Ik denk wel dat die 11-10 combinatie maakbaar is. Ja, hij ligt niet in makkelijk hoor. Kijk nee, eens, dat is waar. De 10 ligt waar. Daar tegen de band. Ja. Ja, gaat er wel voor nu. Hmm.
Ja, hij moet de 11 heel dun snijden. Ja, hij moet de 11 snijden. Met toch tempo. Ja, hij heeft hem. Oh, en die 2 open. Wat een bonus. Ja, en die 15, kan die naar het midden? Ja, die 15, maar naar het midden. Ja, sorry. Dat ik zie dat breakbal. Nu ook de 9 kan. Ja, precies. De 15 is nu een ideale breakbal. Ik zie nu pas dat ook de 9 heeft zich ook ontwikkeld naar de corner toe. Dus dat maakt het helemaal makkelijk. Ja, Jan heeft het niet meer. Nee. Als Hova op de breekbal ligt, dan moet hij nog. Staat hij op 95? Ja. Staat 95, 96. 5, 3, 11, denk ik. 5, 3, 11. Ja, ja 5. Oh. Maar het is, kijkt toch anders? Ja, hij kijkt nog steeds naar de 11. Alleen ik zou verwachten om een soort stopshot op de buurt te spelen. En om dan de 11 hier in deze middenpocket. Ja, maar hij kijkt nu om. Zie je een hoek op de 3? Ja, wil hem in het midden. Ja, hij wil hem de andere midden hebben. Ja. Nou, dit is toch nog best wel tricky. Je moet ver genoeg de tafel opkomen, maar ook weer niet te ver. Ja, dit is goed. Dit is goed. Hij heeft een klein hoekje op de 9, op de 11. Ja, dus hij kan hem daar nu heen trekken rechtstreeks. In ieder geval voorbij de lijn van de 15 bal naar de corner toe. Ja, daar is de goede hoek over. Dus de stand nu, dames en heren, 95 tegen 96. In deze race naar de 100. Veel spannender kan het niet, hè? Nee. Nou goed, die anderhalve finale was spannend. Precies, die was 99 tegen 100. Daar waar Mark Bijsterbos de 12 bal langs de korte band miste in de snijden. Ja, je ziet ook het. Ja, de spanning is heel hoog. Ik weet niet wat Jan nu aan het checken is, maar... Ja, ik denk dat het... hij wil even kijken wat de score is. Even van zijn stoel af, om maar even... 96-96 staat er. Ja, volgens mij is 95-96, maar het kan ook 96-96 zijn. Ja. Hoa corrigeert het ook. 95-96. Ja. Ja, weer goed. Sportief gebaar van Hoa. Veel spannender kan het niet worden, mensen. Ja, Mount Zero geeft het advies. Learn to lose, Jan. So you can become a great one. Leer te ontspannen. Ja, hij heeft zeker nog wel wat te leren daar. Maar goed, deze wedstrijden heeft hij juist nodig om dat te leren. Waar gaat wit heen? En wat eindigt toch? Oh, dit is nog niet voorbij. Dit is nog niet voorbij. Nee, want die 4 gaat niet langs de 15 op. Score is exact gelijk nu. 96-96. Ja. Laten we een race naar de 4 doen. Maar wat houdt hij hier over? Eigenlijk helemaal niks. Nee. Iets te veel trek. Iets te veel trekeffect op de bal. Ja, maar het is ook de adrenaline, hè? Die ik denk dat hij bang was dat hij anders natuurlijk zou plakken. Ja. Dus hij had iets meer trekeffect dan hij wilde. Ja, daardoor kwam hij niet lekker aan het... Kijkt hij niet voor een combi? Ja. Maar ja, schiet jij deze 6, 7, 8, 9 combo 7 naar de corner? Ik weet niet waar hij naar kijkt. Ik hoef niet naar te kijken. Ik denk dat ik... hoe zie je 17? Dun langs de 4 op? Om het pack heen terug waar het nu ligt? Dan hoop je dat je de 14 naar de korte band trekt. 17 ligt ook niet lekker hoor. Ja. Ik zie geen plant liggen zo voor de hand. Nou, ik ook niet. Dus ik weet niet wat hij aan het kijken is nu. Ja. 2, 3, 9.
De 2 op de 3 op de 9 en dan 9 naar de corner? Ik kan me dat niet voorstellen. Wat kolde die dan? Kolde die überhaupt al iets? Nee. Ja, oh, ik keek even naar boven om nog wat hulp te vragen misschien. Ik kijk naar die 7, maar... Kan toch niet. Misschien ligt er een 1-11 plan naar de corner toe. Ligt er een 1-11 naar de corner? Nee. Dat als hij... Ja, maar... Ja, wordt hier gezegd dat hij toch zit te kijken naar een plan van de 7 naar de corner toe. Hij gaat ervoor, denk ik. Nee. Ik zou de 9 aanspelen. 9 daarheen, wit hier achter het bek. Ja, precies. Dus de 9 naar boven benken. Ja, dus en wit via de linkerband onder de pek. Zo hier, zeg maar, waar je nu kijkt. Als je de 9 recht op de band spelen, korte band. Ja, wit. Recht naar boven steken. Ja, en dan hier ergens achter het bek neerleggen, middenband. Ik ben het met je eens. Ik denk dat het meest veilige, makkelijke wijze is. Die planten zie ik niet gaan. Hoe is dit tempo? Hoe is dit tempo? Plakt hij hem aan de band? Hij plakt hem niet aan de band. En hier een kans wel hoor voor Jan. Is er iets waar hij al mee verder kan? De 5? Hij raakt de 9 iets te dik. Het was geen makkelijke bal, maar dat was denk ik toch wel de bal waar hij voor moest gaan. Wat gaat er gebeuren met het pack hier? Oh, daar gaat hij niet voor. Hij speelt op de... Nou, misschien voor de 14. Kijk eens hoe die kijkt. Wow. Hij komt op de 14. Prachtig. Wat een bal. Prachtig. Kijk nog eventjes op het scorebord. Staat nu op 97. Heeft nog 3 ballen nodig. Ja. Ik weet niet wat voor hoek hij heeft als hij... Kijk naar de 4. De 4 kan ook nog, zie je dat? Dan kan hij hem, te zien wel. Als hij nu op de 5 ligt, dan denk ik dat hij voor de 5 moet gaan. Iets intrekken. Poeh, is ook wel krap hoor, die 5. Maar ja, wat anders? Anders de 14 en dan de 5 naar de corner? Hij gaat terugtrekken. Ja. Dan jongens, de 5, deze 5. Championship bal. Voor de titel kampioen van Nederland 2017 straight pool. Vraag 3 keer na. Hoeveel moet ik er nog? 1, 2, 3, 4. 1 toch? Ja, 1. 1, echt waar Jan. 1. Nog 1 keer tellen. 1. Even scorebord checken. 11 op tafel. 3 gemaakt. 3 gemaakt, nog 1. Ja, eentje. Hoog zegt het ook. Kan hij zijn nerves onder controle houden op deze 5? Yes! Hij heeft hem. Jan, van harte gefeliciteerd hoor. Super. 17 jaar en hier kampioen van Nederland. Hoa, tweede plaats. Ook fantastisch goed teruggevochten. Flinke achterstand en een hele mooie wedstrijd van gemaakt. Iedereen, hartelijk dank voor het kijken. Er komt nog een finale van de vrouwen. Ik ga even kijken of dat die uitgezonden wordt. Ja, die zullen we uitzenden. We zetten 1 camera aan bij de dames. Okay. En dat is gewoon de maincam, dus de hoofdcamera. Ja. Dus eerste ceremonie voor de prijsuitreiking, wat bij de wedstrijdtafel zal plaatsvinden. Kunnen we daar allemaal nog naar kijken. En daarna dus nog de finale van de dames. Vanuit de commentaarbox wens ik wel iedereen een hele fijne avond. Laat lekker, zou ik zeggen, voor zometeen.
En graag tot over 3 weken. 12 november, dan zijn we weer terug met commentaar bij het Nederlands kampioenschap ten bol. Tot dan. Switch. Switch.